Ik ben Wessel Siemens van Bitcoin Magazine en we zitten hier met Mark Koster, auteur van Hoe word ik Bitcoin miljonair? Welkom Mark. Hallo. Wat vind je van deze dag, deze dagen moet ik zeggen? Dag nou, heel leuk. Het doet me een beetje denken aan de beginjaren van internet. Laten we zeggen 97, 98, 99. Dus ja. Voordat het nog allemaal groot en meeslepend werd. En ook wel hier en daar een beetje financieel corrupt. Dat zie je hier nu gebeuren. Dat nieuwe technologieën, dingen waarvan je weet die mislukken. Anderen die gaan lukken. Ja. Een deel ervan half lukken. Dus het is interessant. Beetje hetzelfde sfeer, een beetje hype sfeer. Ja, een beetje hype. Ook een beetje hetzelfde populatie. Jonge jongens, hè, rugzakjes, weinig vrouwen. Ja, zes vrouwen. Vandaag zes vrouwen? Ja, dat is heel verdrietig weinig. Ja, nou ja, misschien, ja. Misschien later, weet ik het. Ja, ja. Goed, je hebt een boek geschreven, Hoe word ik Bitcoin miljonair? Is dat idee ontstaan om dat te beginnen? De vraag werd wel steeds prominenter van hoe kunnen we er wat aan verdienen en wat hebben we eraan? Ja. En die twee vragen die heb ik proberen te beantwoorden in het boek. Hoe kun je er wat aan verdienen? Nou ja, dat ga ik straks vertellen. Hè. Gewoon vasthouden en erop hopen dat je in de goede munt zit. En wat hebben we eraan? Ja, dat zal de tijd ons leren. Er zullen allerlei technieken ontstaan waarmee we iets kunnen. Hè. Je kan misschien iets verzinnen om de notarissen eruit te doen. Ja. Zij is nu zelfs een blockchain voor escort dames. Ja. Dus het gaat van alle kanten op. Ja. Vind ik wel heel interessant. Het boek is niet alleen gericht op de particuliere belegger, neem ik aan. Ook op een bredere doelgroep. Ja, op de ingevoerde leek zeg ik het, maar eigenlijk voor de hele leek. Dus laten we zeggen, jouw moeder die nog nooit iets het woord bitcoin snapt. Ja, snap. Maar vanuit daar moet je verder gaan. Oké. Je had het over allerlei toepassingen, blockchain toepassingen. Je hebt volgens mij vanochtend een heel bijzonder verhaal gehad met een call girl. Toronto, Sarah Stevens. En het grappige was dat, kijk, die hele prostitutie is natuurlijk een verschrikkelijke wereld. Waar allemaal vreselijke mannen tussen zitten en websites met allemaal spooky dingen. Ja. Ja, zij willen dat iets verbeteren en de blockchain inzetten om de anonimiteit te garanderen, maar ook toch het vuilnis wat daar toch wel rondhangt, dat er een beetje uit te filteren. En dat is een mooi verhaal natuurlijk. Ja, ja. Aan de andere kant is het ook alweer heel kapitalistisch ingesteld. Hè, want je moet er nu al instappen. En dan moet je ze gaan ook naar de beurs met die token. Okay. Dus het is meteen groots en meeslepend. Dus ja, er zit ook echt wel greed in. Maar feiten komt op neer, je huurt een call girl in, een deel van die call girl die gaat naar haar blockchain, zo begrijp ik het? Ja, dat klopt. Een deel van de 20% van de transactie moet je vooraf betalen. Ja, die valt toe aan de blockchain. En in die blockchain kun je dan een munt kopen om dan daarin te speculeren. Ja. Hoe heb je eigenlijk dat researchproces en dat schrijfproces ervaren van het boek? Hè? Viel je van de ene verbazing naar de andere verbazing? Ja, ik ben wat gewend, zeker. En ik viel soms van de ene verbazing naar de andere, maar het was ook alweer dat ik steeds blij verrast was. Hè? Okay. Dat mensen, die bitcoin, wat kun je ermee? Nou ja, toen een vriend van mij even liet zien hoe je een BMW 7-serie kocht met een bitcoin, of met 13 bitcoins in zijn geval. Ja, dan ging je ogen open. Ja, maar dan zie je toch ook wat ermee kan. Dus, ja, er is nu nog heel veel verhalen van, wat kun je ermee? Het is alleen maar speculatie. Nou, dat is dus niet helemaal waar. Je kan er meer mee dan je denkt. Ja, je merkt ook, hè, de gemiddelde Nederlander vindt het gewoon wel prettig om toch die winsten toch uiteindelijk bij een bank te stallen, blijkt uit onderzoek van Riesterhond. Is dat ook iets wat jij herkent? Kijk, ik begrijp de fiat-wereld, hè, prachtig mooi woord, die is nog steeds groot en machtig. Dat zal het ook wel blijven. Aan de andere kant denk ik wel dat je hebt ook mensen, echte hoddelers, hè, hoddel voor dear life, die al leven in de bitcoin-wereld. Hè? Die dus niet meer denken in euro's, die denken in bitcoins. Dus dat vind ik wel heel fascinerend. Dat, jij wil het dan nog omzetten in euro's, want dat is dan veilig. Ja. Maar je hebt mensen die er al zelfvertrouwen hebben, die ken ik ook. Die dan zeggen, ik ben een bitcoin-believer. Mijn wereld is bitcoin. Die vinden het ook erg om uit te cashen. Die vinden het zelfs erg om een handeling te verrichten in euro's. Ja. Dus die willen dan een bedrag betalen, maar met een soort een Visa-kaart waar je die via bitcoins kan doen. Ja, zo bedoel je. Zo'n 10x-kaart. Ik weet niet of je die kent. Uit Zuid-Korea. Die gasten. Kun je dus gewoon McDonald's kopen. Dat zijn zulke gelovigen. Ja, het is wel prachtig om te zien. Gaat te ver voor jou. Nou, kijk, ik, ik,
Nou, ik vind het wel leuk dat die mensen er zijn. Ook om dat bancaire systeem een beetje onder druk te houden. Ja, ik denk dat de druk zal zo groot worden dat die banken natuurlijk of onderling iets afspreken of met hun klant iets afspreken. Maar die zullen wel inzien dat hun rol als intermediair toch wel anders wordt. Op sommige gebieden zelfs wordt uitgespeeld. Ja. Maar stel dat een opdrachtgever van jou, hè, stel dat de quote zegt van, nou ja, Mark, we willen jou gaan betalen in Bitcoin of Ethereum. Ethereum vind ik heel fijn. Ja, hè? Ja. Gewoon, dan krijg ik lekker wat Ethereum. Ja, nee, prima als je dat elke maand doet. Kijk, Ethereum is natuurlijk iets anders dan Bitcoin. Bitcoin is het goud. Ja. Ethereum is het gas. Ethereum is de... Ja. Is het, een soort zilver, ja. Ja, is de munt waarmee... Nou, Litecoin is dan denk ik zilver. Oh, klopt. Ja, dan denk ik dat Ethereum is een soort middel om andere dingen mee te doen. Dus ik denk dat Ethereum... ben ik groot believer in. Je belegt ook zelf, in, hè, ook toch? In Bitcoin. Ja, ik heb Ethereum. Ja. En een hodler van Ethereum. Ik ben een hodler van Ethereum, zeker. Ik ben ook een hodler van Bitcoin. Oké, okay. Ja. Gewoon echt lange termijn, 2050. Lange termijn, ja zeker, zeker. Ik denk dat, daar zat ik in mijn boekje, een van de eerste programmeurs, inmiddels overleven, Hal Finney, ik weet niet of je die kent. Ja. Ja. Die heeft ooit gezegd, de wereld, als je de totale wereldgemeenschap, en hij had het over, dat is om 200 biljoen, als je dat dan deelt door het aantal bitcoins, 20 miljoen, dan is elke bitcoin 10 miljoen. Dollar waard op de duur. Hij deed dan, daar moet je van uitgaan. En vanuit die 10 miljoen dollar, daar gaan we dan satoshis van knippen. En dat wordt dan de echte munt. Daar kun je biertje of koffie mee afrekenen met zoveel satoshi. Ja, dus wat Hal Finney als grote strateeg, een van de strategen natuurlijk erachter, hè, inmiddels overleden, daarvan vindt, nou, dat is toch een legitiem verhaal. Dat vermoed je ook wel. Heb je proberen de vraag te beantwoorden, wie is Satoshi Nakamoto? Nou, daar zou ik graag nog een soort tweede boek over willen schrijven. Wie dat nou is, en ook de mythe daarvan, en wat de kracht van die mythe is. Ja, ja. Want dat is natuurlijk een schitterend verhaal. En het is bijna een soort godsdienst. Hè? Ja. Is God, in zekere zin. Het is een mysterie. Er zit geen We hebben hem niet gezien. Nee. We kennen hem niet. Nee. Hij heeft ook van die 1 miljoen bitcoins die hij heeft, hè? Toch die, straks die zijn nooit 5% als alles is uitgecashed of alles is gemined. 5% van de totale waarde is van hem. Ja, bizar. Hè? Maar heeft hij niet één verkocht. Nee. Dus of hij gelooft in zijn eigen verhaal, wat ik fantastisch vind, ofwel hij is dood. Dat is heel verdrietig. Want ze hebben nog 1 miljoen bitcoins waar we niks mee kunnen. Nou, die Hal Finney die je noemt, die is gestorven aan ALS, volgens mij. Ja. Daarvan wordt wel gezegd dat hij een van de oprichters zou kunnen zijn. Hè? Ja, nou, er zijn meerdere namen. Kijk, er is... Nick Szabo. Nick Szabo. Een aantal kranten, Newsweek heeft er wat over geschreven. Hè? Die zijn nog met die buurman van Hal Finney geweest. Ja. Die ook die Nakamoto. Heette, ja, ja. Dus die hè, Nakamoto, de achternaam. Dorian. Nakamoto, dus... Ik dacht, dat zag er ook een beetje Indie of Japans uit. Ja, ja. Hij heeft het ontkend. Hij heeft het eerst een beetje half toegegeven toen ontkend. Je hebt dan nog die Craig Wright uit Australië, die klopt. Investeerde. Klopt. Die daarvan werd ook gezegd wie het was. Die werd ook aangewezen door een andere softwareman, hè, die man. Geen idee. Nou, Anderson. Maar die heb ik ook gesproken en die doet daar een beetje mysterieus over. Okay. Maar de gemeenschap zegt, hij is het niet. Dus... Dat is bijna godsdienstig, als je daarover nadenkt. Van wie is die... Ja, de Keizer Soze van dit systeem. Ja, Keizer Soze. Dat is hij. Ja, ja, en ja, ja. Keizer Soze is natuurlijk slecht. Ja. Geniaal en slecht. Ja, ja. Misschien, ik vind hem tot nu toe geniaal en goed. Dus ik vind hem meer een Gandhi-achtig figuur dan een Rasputin. Denk je wel dat het een groep is? Ik denk dat het een groep is. Ja, ja. Ik denk dat het een groep is. Misschien is het ook wel een groep geweest. Maar die groep... heeft een zekere ongelooflijke loyaliteit aan elkaar. Omdat er zoveel geld op tafel ligt, waar niemand uit pakt. Ja. Besef dat, hè? Ja. Als je dit nu contant maakt... 1 miljoen. Die 1 miljoen contant maakt... Maar wat is het nu? 100 miljard is dat toch? Ja. Ja. Of niet? Snel gerekend. $12.000 staat nu. 12 miljard. Ja. Dollar. Ja. Dus dat is een idioot bedrag. Dat kun je niet... Maar heeft hij dus nog geen dollar uitgepakt? Dat moet je beseffen. Ja. Dan ben je voor mij een goed mens. Of niet? Nee, ja, goed. Nee. wat denk je dat het wordt? Hè? Denk je dat het een betaalmiddel gaat worden, die Satoshi dus? Of de storage, opslag van waarde? Of dat weet ik. Het ligt eraan hoe snel er een technologie is om
Laten we zeggen, deze goud, het is goud natuurlijk, hoe vaak techniek, om daar alles aan te koppelen, hoe snel dat gaat. Ja, ja. En misschien zal de fiat-economie, hè, de banken, of misschien wel centrale banken zeggen, oké, geef ons over, dit is hier to stay, wij gaan ook blockchain gebruiken. Dat kan. Ja, ja. Maar dat weet niemand. Hè? Kijk, misschien is Bitcoin wel de world online van de blockchain. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Economy, maar mag je hier niet zeggen misschien. Nou, je mag alles zeggen, maar het verschil daarbij is wel dat World Online een bedrijf was met een BV-structuur. Iemand die aansprakelijk was. Hè? Iemand die aansprakelijk. Maar wie kunnen we aansprakelijk stellen voor de Bitcoin? Nee. Dat ben jij. Dat maakt het heel ongrijpbaar. Dat maakt het heel ongrijpbaar en daardoor ook weer heel transparant. Dus het is al deze paradoxen tussen eerlijkheid en doorzichtigheid en die gekke speculatie, wat toch greed in de hand werkt, dat maakt het echt fantastisch. En was dat ook een van de laatste vragen, hoor. Maar was dat een van de vragen die je wilde voor jezelf, wilde helder? Nou ja, hoe kan dat zo ontstaan? En er zit natuurlijk daarachter zit natuurlijk een hele filosofie, wat is geld nou eigenlijk, hè? Want ik geef jou €5, dat neem jij van mij aan. Ja. Maar het is eigenlijk gewoon een bestempeld papiertje. Ja. Vertrouwen. Vertrouwen, maar Bitcoin geeft ook vertrouwen. Ja. Dus de grote vraag is, houden we dat overeind? En ik vind het wel heel interessant dat het oude vertrouwen, wat een beetje beschaamd is, hè, 2008. En Bitcoin komt daaruit voort, hè, 2009, weet jij ook. Ja. Ja. Hè, de paper van Satoshi is mede daar op gebaseerd. Ja. Ja, denk ik van dat het toch wel een revolutie gaat veroorzaken. Komt er een vervolg op dit mooie boek? Nou ja, de grote vraag is, wie is Satoshi en why he rules the world? Hè? Hoe is Satoshi en why he rules the world? Zou ik er willen schrijven? Interessante vraag, ja. Ja. Oké, dankjewel Mark en succes op deze mooie dag. Dankjewel. Oké.